De Stevenskerk bestaat 750 jaar. Woensdagmiddag werd dit feestelijk jaar officieel afgetrapt in de iconische kerk met de viering van de 750ste wijdingsdatum. Een bijzonder moment, gezien de Stevenskerk allang niet meer alleen voor gelovigen belangrijk is. De Stevenskerk is voor Nijmegen en alle Nijmegenaren ongelooflijk belangrijk. Iedere Nijmegenaar voelt zich wel mede-eigenaar van de kerk. Dus dat is een grote betrokkenheid vanuit Nijmegen richting de Stevenskerk. De viering bestond onder andere uit zang, muziek en ontroerende teksten, die wegens de huidige renovatie aan de kerk ook via een livestream te volgen was. Tevens is er momenteel een expositie in de kerk en kun je veel over de geschiedenis te weten komen. Wist jij bijvoorbeeld dat de Stevenskerk niet altijd op de huidige plaats heeft gestaan? De oorspronkelijke plek van de Stevenskerk was vroeger voor 1200 bij het Valkhof. Het Valkhof moest kunnen uitbreiden en toen is de Stevenskerk verplaatst naar deze locatie. En eigenlijk is de hele geschiedenis van de kerk die gaat samen met de geschiedenis van Nijmegen. Het komend jaar zullen er nog vele activiteiten volgen om de 750ste verjaardag van de Stevenskerk te vieren. Terecht natuurlijk. Zoiets laat je niet onopgemerkt voorbij gaan. Ik denk dat er meer kerken zijn die 750 jaar bestaan, maar je hoort wel tot een heel select groepje. Dus het is redelijk uniek.